De Poppelaar. Glimlach wordt jouw stille stil. Foto op het scherm. Mijn tranen stromen in mijn keel. Een foto op het scherm. Toetsteun als een majesteit. Ik raak mijn verstand steeds kwijt. Nummer wordt mij geterm. Een foto op het scherm. Want ik kan niet zonder jou. Oh, en ik kan niet zonder jou. Wat doe je, hoor? Niks, man. Over wiens foto zing jij? Niemand! Sorry, maar ik ga nu naar de zonsondergang kijken. Gast, het is 2:30. Dan ben ik wel even weg. Derry, hij is verliefd. En hij weet niet hoe hij het moet zeggen. Hij moet hulp hebben. En snel. En er is één persoon die hem snel genoeg kan helpen. Oké. Dit is mijn plan. Hij verliefd op je wordt. En als je verkering wil op de middelbare school. En dan ga je nu apart studeren. Dan kunnen jullie mediteren. Dan krijg je enorme jaloezie. Dan gaan jullie uit elkaar. Dan krijg je kinderen mee met anders omdat je normaal wilt zijn. Een paar maanden later ga je op internet opzoeken. Dat je ex dik of kaal is geworden. Dan ga je niet vervolgen aan administratie. Dus het geeft niet. Word je oud en krom en dan wil je alleen maar nog ruzie maken. Zit je nou te bazelen? Oh ja, normaal gezien doe ik dit met Doreen, maar mag je niets van weten. Dat was geen plan, maar gewoon dingen die kan gebeuren. Lief, help jij om verliefd te worden op Doreen? Het hangt er vanaf wie die haar is in het gesprekje. Terry! Doreen is gek op Terry. Oh, echt waar? Oké. Ik vind het raar, hè? Ik dacht dat hij op jou was. Maar Terry is het echt helemaal. Ik heb zelfs bewijs op de foto. Wil je dat zien? Kijk. Zie je? Het is Terry. Kijk. Kijk nou. Kijk. Je kijkt niet. Eén grote liefde. De pijn is een... spelling. Ego wat de verschil is tussen jou en ik is een... is mijn hoofd als een zwelling. Een liefdesdrankje misschien? Hoe bedoel je? Door je een liefdesdrank kan maken, waardoor iedereen denkt dat ze geweldig is. Dat klinkt me een groot verschil. Daarvoor heb je een nepspaspoort voor nodig. Maar kan jij zoiets maken? Want we moeten hem helpen voordat hij te emo wordt. Sorry, maar dat kan ik niet. En trouwens, wat is er mis met emo's? Dat het niet voor iedereen is. Ik heb een idee. Ze zeggen dat het voor liefde is. Dat heeft iets te maken met doodervaring. Dus... waarom gaan we Terry en Dorine een stoot geven? Kom mee. Ik heb je nodig. Natuurlijk, ik help je. Gek. En laat het mislukken. Oeps. Het brand. Ziet eruit als frisdrank. Nee, het is iets echt voor dood van ectoplasma. Maar dat is je echt vernietig. Beweert het lichaam van als je... als de schouders. Ja, het is frisdrank. Ach, Gumbo, wat stel je toch aan? Wacht, voor quarantaine moet je die kant op. Oké, we moeten Doreen nu vrijmaken voordat zuster Plaster komt. Ik denk dat ik je niet kan helpen. Wat doe je, gast? Ik eet zo snel mogelijk voordat het terugkomt. Voordat wat terugkomt? Knoop in mijn maag. Zullen alle meisjes leuk vinden? Alle meisjes zijn raar behandeld aan de ene kant en de andere kant afscheurt? Nee, dat vinden ze niks. Ze stapel gek op een gast. Durf kwetsbaar te zijn. Deel je geheimen.
Je zou gek zijn op je inspectie. Zou het denk ik niet leuk vinden als een vis plast als het koud is. Als je dat wil, dat was ook mijn idee. Niet, maar ook dat van haar. Oké. Willen ze dat ik mezelf laat zien? Dan zal ik mezelf laten zien. Wat? Het woord dan. Ik heb een knop in mijn maag. Proef dit het zo. Ik heb een fles in mijn tand. En ik heb het doorgeslikt. En ik wil het proberen uit te zien, maar het smaakt net zo. Pasta. En als ik me kwetsbaar voel, kan ik me niet meer lopen. Dag. Ja. Dat was raar. Goed. Plan C. Zoek op online. Zorg dat Terry wel verliefd wordt. Goed plan. Dank je. Een C dat serieus gestoord is. Serieus is niet met een C. En dat slaat echt nergens op. Dus we hebben geen plan S. Dus het is wel met een S. Dan heb je me hierbij betrokken. Ik weet best wel dat ik Dawn leuk vind. Dat kun je zelfs aan mijn gezicht zien. Ik ga zeggen, wat met twee punten en een streep. En meer moscode. Zit je me eigenlijk met een emotie? Zielig? Sceptisch? Hangerig? Ugh, ik ben teleurgesteld. Het spijt me. Het spijt me heel erg. Zit je gewoon niet zitten, denk ik. Nee, dat ik me teleurgesteld voel in mezelf. Als je die persoon leuk vindt, weet je dat die persoon gelukkig is. Niet zijn kansen verpesten. Kom hier. En ik heb gelogen. Waarover dan? Ik kan wel een liefdesdrankje maken. Deel van hem en een deel van haar. Eén laatste ingrediënt. En een traan. Iemand die van hem houdt. Oh yeah. Waar komt die muziek vandaan? Het gebeurt altijd als je in de liefdesdrank roert. Het is goed. Doe dit voor Dorin. Wat ga je nou doen? Als ik dacht dat dit romantischer zou zijn, dan in een drankje gieten. Oké. Ik ben gek op je, Terry. Ik ook op jou, Dorin. Ik zie ze nog steeds. Wat de... Ben je soms gestoord? Grote gat gemaakt in de ozonla. Ik wil een lekker ruiken voor mijn meisie. Wat? Ja, dat je me wel mag bedenken voor... gast! Snik hard in je tijdhorand! Mag me wel bedenken voor het verfixen van je verkering. Waar heb je het over, gast? Dorin, ik zag het. Wat? Foto van Terry. Dus heb ik en Carrie een handje geholpen. Ik bedoel het dus met handje geholpen. De magie en een gevaarlijk wapen. Dat is geen foto van Terry. Die is van Carrie. Zij is niet op foto's te zien. Wat? Nou ja, hoe dan ook. Ik wil niet te laat komen voor mijn nieuwste liefde van mijn leven. Carrie. Wat? Geef me een zachte klap op mijn arm. Wat is dat voor? Ik heb iets door elkaar gehaald. Is iets gek op Terry, maar op jou? Dat kun je niet maken. Dus wat nu? In de plaats van ze koppelen, willen wij ze nu ontkoppelen. Terry nodig je uit voor een feest. Een huwelijk? Kom zeker. Wat is
voor een crème passionnel. Het is veel te goed om met liefde te delen. Hij bent anders dan toen je van het begin was. Ja, je bent even nog meer te houden, hè? Harry, maak kennis met je toekomstige schoonvader. Oh, het spijt me. Veroordeel me niet. Het was niet echt onhygiënisch, maar het is wel schoon. Niet daarvoor, hiervoor. Mag ik je pap noemen? Darwin! De pleister zegt dat ik een paar beestjes in me heb. Oeh, heb je nog meer gekust? Angel! Gary! Dumbo! Oké, wat heb je toch met hem? Benny, Lucy, Alice, ballonsknal, een huisdier. Nou is het genoeg. Wat? Wat is er nou? Eeuw. Het spijt me. Kom op dan, zeg nou iets. Ergens met me of soms iets doen met. Soms of zo. Kunnen naar de zee gaan hoor. Of iets anders gaan doen. Oh, klik allebei te gek. Mensje, graag. En ga je gang. Ik zie het nog steeds, maar het geeft niet.